Welkom, beste kijkers, bij dit interview van de verhandellezing. Mijn naam is Joshua en samen met Melissa zal ik dit interview afnemen. En in deze reeks gaan we ons focussen op de stelling, weet wat u eet. En dat doen we natuurlijk niet alleen, maar dat doen we samen met onze gasten. En onze gast van vandaag is hoogleraar diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht, met een focus op onder andere veterinaire volksgezondheid, is voedselvoorzitter van het OMTZ en voorzitter van deskundige groep dierziekte, Arjan Steegman. Welkom, Arjan. Ik ben er graag. Nou, naar aanleiding van de verhandellezing is een opiniestuk in het Brabantse Dagblad geschreven door Rajan Gerlach en Femke Dingemans van Tilburg University. En deze hele reeks van de verhandellezing gaat eigenlijk over de vraag, weet wat hij eet? Arjan, denk je eigenlijk dat Nederlanders überhaupt wel weten wat ze eten? Weten ze wel waar een voedsel vandaan komt of hoe dat geproduceerd wordt? Ja, ik denk dat daar geen generiek antwoord op te geven is. Dat verwacht je misschien ook wel weer van de wetenschapper. Dus ik denk dat een bepaalde groep in Nederland heel goed bezig is met wat ze eten. Daar ook heel secuur op zijn. En dat afhankelijk van de focus die ze hebben, kan dat heel verschillend zijn. Bijvoorbeeld veganistisch of mensen die heel graag weten waar hun eten vandaan komt. Dus in de korte ketens denken. Maar ja, ik denk dat voor een hele grote groep in Nederland ook gewoon het eten komt van de Albert Heijn of van de Jumbo, of waar je ook maar je boodschappen doet, die er minder goed over nadenken, omdat ze al genoeg aan hun hoofd hebben en dit geen primair focus van hun is. Ja, en als het dan voor een groep mensen dan geen primaire focus dan zou zijn, waarom is het dan zo essentieel dat die hele voedselindustrie dan eigenlijk een beetje verduurzaamt? Ja, dat is toch belangrijk, omdat we tot nu toe in een systeem gezeten hebben wat heel erg prijsgedreven is en ook wel kwaliteit, maar dat een belangrijk deel van de kosten zoals die in het voedselsysteem zitten, wat dan externe kosten zitten, eigenlijk niet in de prijs zitten. Hè? Bijvoorbeeld de prijs rond milieuvervuiling, de bijdrage van het voedselsysteem aan de opwarming van de aarde. Dus een aantal van dat soort externaliteiten die zitten niet in het systeem. En omdat we als samenleving natuurlijk toch die problemen op willen lossen om daar volgende generaties niet mee op te zadelen, zal daar toch wat aan gedaan moeten worden. Dus daarom is het toch belangrijk om er goed mee bezig te zijn. Dus eigenlijk geeft u aan dat het echt ligt aan de prijzen die niet goed ingecalculeerd zijn. Wie zou volgens u deze transitie dan voor elkaar moeten brengen? Ligt deze verantwoordelijkheid voornamelijk bij de overheid, bij de consumenten zelf of bij de ondernemingen? Ja, ik denk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Hè? Dus er zijn gewoon bepaalde elementen waar we nu niets voor rekenen. Hè? Voor andere zaken zie je dat natuurlijk ook langzaam bij de industrie komen. Bijvoorbeeld CO2-rechten die je ergens voor hebt. Bijvoorbeeld in de veehouderij waar ik dan met name in zit, daar heb je bijvoorbeeld fosfaatrechten. Dus er zijn gewoon methodes waarbij je kunt zeggen van ik probeer die externaliteiten, dus die effecten die ik heb op het milieu, op het klimaat, daar probeer ik ook een prijs aan te hangen. En dat moet eigenlijk ingebracht worden in het systeem. We hebben in het systeem tot nu toe gezien dat de markt dat zelf niet oplost. Dus daar zal de overheid toch een sturende rol in moeten spelen. Oké. En wat is daar dan precies de rol van voor de wetenschap? Is de wetenschap er voornamelijk om alles te onderzoeken en echt te komen met dingen die werken voor ze uitgevoerd worden? Of is er ook een andere rol voor de wetenschap? Nou, de rol van de wetenschap is denk ik met name om die verschillende componenten te objectiveren. Dus het feit, kijk, prijs konden we natuurlijk al goed uitrekenen. In mijn kant is het dan bijvoorbeeld diergezondheid en dierenwelzijn in zo'n systeem waar je zeg maar de goede kwantitatieve mate voor wil aangeven. Maar hetzelfde kun je ook doen voor de impact van bepaalde voersoorten op de belasting van het milieu of op de belasting van het klimaat. Dus de wetenschap moet denk ik met name proberen om goede objectieve parameters die nodig zijn bij het maken van zo'n transitie, of die nodig zijn voor het goede beprijzen van dit soort externe kosten, om die aan te dragen. En uiteindelijk kan de wetenschap denk ik ook helpen voor de overheid bij het maken van een afwegingsmodel. Want het lastige van deze zaak is natuurlijk dat we allemaal te maken hebben met appels en peren. Hè. We weten heel goed vanuit onze portemonnee en onze bankrekening hoe we geld moeten waarderen. Omdat we dat één op één kunnen vertalen met iets anders wat we er dan wel of niet voor kunnen kopen als we het aan voedsel uitgeven.
Maar bijvoorbeeld op het moment dat je ook CO2 erin moet zetten, of fosfaatbelasting van de grond, of ammoniak, wat natuurlijk erg in het nieuws geweest is, dan zal er op een gegeven moment dus een afwegingskader moeten komen, waarbij je die verschillende appels en peren met elkaar toch kunt vergelijken om tot een duurzame oplossing te komen. Oké. Je vertelde eerder ook al dat de overheid een best wel grote rol dus heeft bij het krijgen van die hogere prijzen, zodat het allemaal beter te doen is. In de politiek wordt ook vaak dierenwelzijn besproken. Gaan deze twee dingen samen met elkaar? In hoeverre is de duurzaamheid van de voedselindustrie verbeteren? In hoeverre gaat dat samen met dierenwelzijn? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat geeft ook juist, dat geeft denk ik ook heel goed aan het lastige in zo'n afwegingskader om zaken tegen elkaar te beoordelen. Omdat bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld naar de kip kijkt, dan op het moment dat je die heel geconcentreerd in een schuur houdt, dan kun je ze eigenlijk op de efficiëntste manier produceren. Dan heb je de laagste CO2 footprint en ook de laagste hoeveelheid voer en de hoogste economische opbrengst om een kilo kippenvlees te produceren. Maar aan de andere kant willen we voor het dierenwelzijn juist dat die beesten wat meer ruimte hebben en bijvoorbeeld ook uitloop zouden hebben. Dus daar zit je eigenlijk al met een conflicterende situatie. En op de ene manier moet je daar dus een afwegingskader hebben waarbij je de winst aan het dierenwelzijn kunt afwegen tegenover een hogere CO2 footprint. En al met al zal het bijvoorbeeld aan de kant van de dieren ertoe leiden, als je de effect op diergezondheid en dierenwelzijn ook goed in je systeem wil hebben, dat het onvermijdelijk in ieder geval op Europese en wereldschaal zal moeten leiden tot een verminderde consumptie van dierlijk eiwit, wil je het systeem duurzaam krijgen. Oké, dus eigenlijk zegt u, als je het welzijn van de dieren in acht wil nemen, dan zou je dus gewoon echt omlaag moeten gaan met het voedsel produceren voor de vee-industrie. Ja, en ik denk dat dat voor meer redenen gedaan is. Hè. Er zijn ook wel berekeningen geweest door bijvoorbeeld van Zanten in Wageningen, dat uiteindelijk een duurzaam voedselsysteem zou erop neerkomen dat heeft toch wel steeds dieren in zich, hè, omdat ze een essentiële rol kunnen spelen bij het verwerken van restproducten van de humane voedselproductie en ook bijvoorbeeld het eten van voedsel van marginale gronden, hè, die ongeschikt zijn voor het verbouwen van producten voor humane consumptie. En dan zou je op een systeem komen waar de consument nog per dag 22 gram dierlijk eiwit zou kunnen consumeren. En ja, ik denk dat we nu ongeveer op het drievoudige zitten, dus dat zal inderdaad strak terug moeten. En nou ja, ik hoop vanuit mijn veld, de diergezondheid en dierenwelzijn, ook gewoon dat echt wel gebeurt. Want een beetje het nachtmerriescenario wat er nu wat op ligt, is dat de overheid daar niet regulerend in op gaat treden. En wat er dan gaat gebeuren is, wij zitten nu voor die dieren in een systeem waar kostenefficiëntie eigenlijk sturend is voor wat er gebeurt. Dus een boer probeert een liter melk zo goedkoop mogelijk te produceren, of een kilo varkensvlees of een kilo kip. En in het nachtmerriescenario voor de dieren zeg je van, de overheid reguleert verder niets. Die zegt alleen bijvoorbeeld, we mogen geen soja meer importeren uit Brazilië of uit Azië of uit andere gebieden. En het moet allemaal met restproducten gedaan worden. En in zo'n scenario krijgt het dier dan niet alleen te maken met de kostenefficiëntie waar hij op moet produceren, maar ook nog eens een keer met de grondstoffenefficiëntie. En nu gaat het eigenlijk met de restproducten denk ik nog best goed, hè? Want bijvoorbeeld in de varkenshouderij worden die al best veel gebruikt. Maar op het moment dat het eigenlijk het enige is wat je nog mag gebruiken, zul je enorme druk krijgen op de vraag, of een enorme toename van de vraag naar dat soort producten krijgen bij veehouderijen. Dat zal onmiskenbaar ook gepaard gaan met dat de gemiddelde kwaliteit naar beneden gaat. En dat leidt dan weer, in ieder geval vanuit mijn perspectief, onvermijdelijk tot dierenwelzijns- en diergezondheidsstoornis. Ja, en als we dan over dat dierenwelzijn hebben, dat diergezondheid. Hè. We zien nu hebben natuurlijk, met de coronapandemie, is het natuurlijk een beetje uit de hand gelopen allemaal. En de mensen gaan het over hebben van, ja, hoe zit dat nou in elkaar? En dan komen die zoonoses, die kwamen eruit voort. Als we het dan daarover hebben, hoe moeten we dan eigenlijk die keten een beetje gaan inrichten, zeg maar, dat we dit kunnen vermijden? Is daar een bepaalde manier voor om dit te voorkomen? Of ja, te beperken, om misschien beter te zeggen? Ja, dat is ook een hele goede vraag. En daar is ook
ja, niet een eenduidig antwoord op, want het is eigenlijk net als het dierenwelzijn een lastig facet. En dat komt omdat eigenlijk de meeste van dit soort nieuwe ziektekiemen, de corona is er daar ook een van, die komen eigenlijk uit een wildlife reservoir ergens. Hè. Bij de coronavirus is dat waarschijnlijk de horseshoe bat geweest, dus de hoefijzervleermuis. Maar bijvoorbeeld, we weten, nu zitten we in Nederland bijvoorbeeld ook midden in een vogelgriepepisode bij pluimvee. En daarvan zijn eigenlijk de wilde vogels, dus de wilde watervogels die ieder najaar naar Europa toe migreren, zijn eigenlijk het reservoir daarvan. En dat geeft ook de lastigheid daaraan dat in dat debat men vaak zegt van ja, god, we moeten, die houderij moet kleinschaliger worden, mensen moeten allemaal uitloop hebben, die dieren vanwege het dierenwelzijn. Maar vanuit deze optiek ben je dan eigenlijk ook het contact van de dieren met de wildlife reservoirs aan het vergroten. En zou het dan vanuit dat perspectief ook best kunnen dat je juist de risico's aan het vergroten bent. Hè? Dit soort nieuwe virussen, dit soort nieuwe varianten die ontstaan eigenlijk met name in Zuidoost-Azië is daar een beetje de kraamkamer van. Hè? China komen veel van die virussen vandaan. Dat je daar nog hele open systemen hebt. Hè? Je hebt daar nog veel kleinschalige houderij waar een boer, ja, die heeft een paar varkens, die heeft wat eenden, die heeft wat kippen daar rondomheen lopen. Die hebben natuurlijk open contact met allerlei dieren die daar rondlopen. Dus daar krijg je makkelijk een vermenging van ziektekiemen mee. En vervolgens brengt men die producten naar de levende dierenmarkt waar ze dan verhandeld worden, waar je nog eens een keer een vermenging krijgt. Dus vanuit dat perspectief is er eigenlijk meer voor te zeggen dat je naar veel hygiënischere systemen toe zou moeten. In plaats van weer naar een kleinschaligheid, wat natuurlijk ook een trend is in de voedselproductie. Omdat men naar korte ketens wil, weer meer regionale producten, al dat soort initiatieven zie je van de grond via de grond komen. Maar vanuit dit perspectief is het niet, in ieder geval voor mij niet één op één duidelijk dat dat nu voor dit de beste oplossing zou zijn. Ja, dat is natuurlijk wel heel interessant. En wat natuurlijk dan ook een andere oplossing is, hè, we hebben het nou gezien, is misschien als de mens eet natuurlijk heel veel vlees. Dus moest ik daarna eten grofweg 200 gram en dus in de stijgende lijn. Ook al dus het artikel wat geschreven is in de Brabants Dagblad. En een van onze gasten in deze race is Jaap Korteweg. En die is bekend van de vegetarische slager. En door deze manier van alternatief vlees produceren, ja, dan maak je toch minder gebruik van dieren in die zin, zou je zeggen. Is het eigenlijk een goede ontwikkeling? Of is het misschien de oplossing voor het probleem waar we nu mee zitten? Ja, ik denk dat een hele goede ontwikkeling is. En je zegt de consumptie stijgt. Ik denk dat het in Noordwest-Europa afvlakt of wellicht licht daalt. Maar ja, met name op wereldschaal is het natuurlijk dat nog een enorm probleem en uitdaging om daar wat aan te doen. Hè? Omdat je in alle opkomende economieën ziet dat zodra mensen meer geld krijgen te besteden, dat men meer dierlijk eiwit gaat consumeren. Dus als je daar de predicties van de Rabobank bijvoorbeeld voor ziet, dan mag je hopen dat men dat niet in productiesystemen gaat doen zoals wij dat hebben. Want dan zal de wal het schip wel blokkeren. Dus die alternatieven die moeten er komen. Maar ik denk dat het gewoon met alternatieven alleen niet zo is. Kijk, het lastige van voedsel is dat, kijk, als we er heel clean wetenschappelijk naar kijken, dan zou je kunnen zeggen van ja, god, het is een hoeveelheid eiwit, koolhydraten en vetten. En die moet je per jaar of per dag binnenkrijgen om te functioneren met de vitamines en mineralen erbij. Maar het is daarnaast ook veel meer een cultureel iets. Hè? Dus het feit dat op het moment dat jij bezoek krijgt, dan ga je toch eens even lekker koken. Dus in die zin is er ook voor de sociale wetenschappen denk ik een enorme rol om na te denken van hoe in de Nederlandse setting, maar ook in andere culturen, hoe krijg je nou zo'n veranderd voedselpatroon ook zodanig dat men het ook... Ook sexy vindt en getuige vindt van een hoge status. Hè? Want die opkomst in die opkomende economieën, dat doen mensen ook met name omdat je op het moment dat je daar kunt laten zien dat je vlees aan je gasten voor kunt schuiven, daarmee laat je zien dat het je goed gaat. Dus het hele imago eromheen zal ook gewoon aandacht moeten verdienen. En het feit dat mensen als Korteweg met de vegetarische slagen, maar ook bijvoorbeeld het feit dat wanneer is 2 jaar geleden
een bedrijf als Beyond Meat naar de beurs gaat en zo. Dus het feit dat het imago ervan nou ja, meer sexy wordt en het en meer status krijgt, daar zal ook sterk aan gewerkt moeten worden. Naast het, het op de markt brengen natuurlijk van goede alternatieven. Ja, ik denk dat meneer Jaap Kortweg hartstikke blij is natuurlijk om dit te horen. Dat hij denkt dat dit natuurlijk een goede ontwikkeling is. Is het dan eigenlijk, als ik het zo zeg, hè, of als ik het zo hoor, wat hij allemaal zegt. En die cultuur, de verschillen en het geeft status, dat vlees. Dan lijkt het toch heel simpel om eigenlijk te zeggen, als we nou met z'n allen over de hele wereld iets minder vlees zouden consumeren, zou dat ook al helpen? Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat zou wel helpen, maar de vraag is van hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Hè? En dat is de uitdaging. We zitten nu in de trein dat we na de Tweede Wereldoorlog, toen er enorme honger was, is er gezegd in Europa, we willen nooit meer honger. Dus vervolgens is de industriële revolutie op de agrarische sector geprojecteerd. En wordt er nu overal enorm efficiënt geproduceerd, waardoor het heel weinig kost. En omdat een hoop van de externe kosten richting milieu en klimaat niet in die kosten verdisconteerd zitten, is het zo goedkoop. Op het moment dat zal veranderen, dus op het moment dat meer van die kosten in de producten zullen zitten en alternatieven relatief goedkoop worden, dan zal het ook, dan zal het ook gewoon makkelijker verwezenlijkt worden. En het is voor mij ook, want ja, je kunt dan zeggen, van, ja, jouw onderzoek is gerelateerd aan de agrarische sector. Dus, maar voor veehouders is het ook niet per se slecht. Hè? Kijk, veehouders zitten nu helemaal achteraan in de waardeketen. Die ontvangen relatief heel weinig voor hun producten. Hè? Heel veel blijft gewoon in de middensegmenten hangen. Op het moment dat producten wat duurder zouden worden en zij ook gewoon wat meer rendement op hun producten krijgen, dan zouden zij er per saldo ook gewoon echt nog wel beter vanaf kunnen komen. Terwijl zij minder produceren, maar er gewoon een betere opbrengst voor hebben. Oké. Dus waar het eigenlijk op neerkomt, is gewoon dat de prijzen omhoog zouden moeten gaan en dat de visie van de consument zou moeten veranderen. Ja, tenminste, ik denk zelf dat het al zeer zou helpen. Kijk, we zitten in een kapitalistisch systeem en ik denk ook niet dat we daar makkelijk van afgaan. Maar we zouden wel naar een systeem moeten komen dat ook de externe kosten die we nu niet in de producten hebben zitten, dat we die op de ene manier in de producten kunnen beprijzen, wil je daar uitkomen. En dan krijg je uiteindelijk wel een mechanisme om daar wat aan te doen. En daar moet iedereen dan zijn rol in pakken. Hè? De overheid moet een rol pakken om te kijken dat die kosten er toch inkomen en dat dat op een faire manier gebeurt. Hè? Want als wij het hier in Nederland wel doen, maar in de rest van Europa doet het niet, dan krijgen we natuurlijk met de open grenzen bereik je nog niks. En met de handelsverdragen naar derde landen is dat natuurlijk nog weer ingewikkelder. Dat maakt het systeem ook ingewikkeld. En supermarkten en zo, die moeten daar natuurlijk ook wel een rol in pakken. Hè? Dus omdat in feite alternatieven dan ook echt relatief goedkoop zouden moeten worden ten opzichte van vlees. Want ik heb daar ook wel eens de indruk dat, jullie zitten op een economische faculteit. Ik heb nooit één les economie in mijn leven gehad. Dat in feite de beprijzing van dat soort alternatieven ook meer gericht is op het feit wat de doelgroep die men daar nu bij denkt bereid is te betalen dan de werkelijke kosten die aan die producten hangen. Dus aan die kant ligt er ook bij de retail denk ik wel een verantwoordelijkheid om dat te doen. Maar uiteindelijk denk ik in het systeem waarin wij nu werken zal via een beprijzingsmechanisme, wat we dan fair pricing noemen, althans zo noemt men dat in Utrecht, zal er gewoon er zal het systeem eigenlijk opgelost moeten worden. Omdat dat nu eenmaal het overwegend dogma in het kapitalistische systeem is waarlangs we werken. Dus daar zal ook dit langs opgelost moeten worden. Ja. Denkt u dat deze stap binnen 10 jaar te maken valt? Ja, dat vind ik moeilijk. Moeilijk. Te voorspellen. Ik denk wel dat we over 10 jaar een heel eind verder zijn. Hè? Omdat er nu nu toch wel strakker over nagedacht wordt in Europa, waar natuurlijk de Green Deal afgekondigd is. Ook vanuit onderzoek natuurlijk in nieuwe Horizon Europe veel aandacht voor dit soort zaken is. Dus ik denk dat er over 10 jaar wel heel veel stappen gemaakt zijn. Ik denk nog niet dat we dan zover zijn dat we het hele voedselpatroon veranderd hebben. Kijk, daar gaat toch echt een generatie of meer overheen. Oké.
Ja, nou, ik zie dat het al mijn tijd is. Ja, Arjan, ik zou zeggen hartstikke bedankt voor het interview. Hartstikke bedankt voor het beantwoorden van de vragen en van de inzichten. Ja, ik denk dat ik ook al namens Melissa mag spreken als ik zeg dat het hartstikke interessant was en dat we er ook al wat van geleerd hebben. Ja, en laten we hopen dat hetzelfde ook natuurlijk geldt voor alle kijkers die thuis meekeken. Ook bedankt en nou, wellicht tot een volgende aflevering of tot een volgende fysieke editie van de Brandlezing. Dat hoop ik ook. Ik hoop dat er toch weer fysieke lezingen komen, want uiteindelijk zijn we als mensen natuurlijk sociale wezens en we vormen ons nu wel op wat schermwezens, maar uiteindelijk hoop ik toch dat gewoon de echte interactie weer terug gaat komen. Ja, dat zou inderdaad hartstikke mooi zijn. Arjan, hartstikke bedankt. En de kijkers ook hartstikke bedankt voor het kijken. Graag gedaan.